Vroeger kwamen hoogveen, zandverstuiving en heide veel meer voor in Overijssel. De dieren en planten die hier leefden hadden voldoende ruimte. Helaas zijn grote delen van deze natuurgebieden overwoekerd door gras en bos. Dat groeit harder door de stikstof, terwijl heide en hoogveen er niet goed tegen kunnen. De afgelopen 100 jaar is 90% van de heide in Overijssel verdwenen. Gelukkig kunnen we deze kwetsbare natuur weer gezond maken. Bijvoorbeeld door jong of aangeplant bos te verwijderen. Daarna is het werk nog niet klaar. De bodem moet geschikt worden gemaakt, zodat soorten van stuifzandheide hier weer kunnen groeien. De bomen hebben namelijk bladeren, naalden en takjes achtergelaten. Deze strooisellaag bevat veel stikstof die de bodem verrijkt. Maar heide heeft juist voedselarme grond nodig. De strooisellaag moet eraf, zodat we bij voedselarme grond komen. Eerst brengen we het gebied in kaart om te kijken hoe dik de strooisellaag is. Dat verschilt per plek. Daarna kiezen we voor elke are of we gaan plaggen, schrapen, harken of niets doen. Bij plaggen verwijderen we de strooisellaag van zo'n 10 centimeter dik tot net boven het zand dat eronder ligt. In dit zand liggen nog zaden van de heide die hier vroeger groeiden, voordat het bos werd. Door ze bloot te leggen, zullen ze weer ontkiemen. Bij schrapen halen we ongeveer de helft van de strooisellaag weg. Dit doen we op plekken waar al een dunne strooisellaag is en sommige heideplanten nog groeien. Op plekken waar de bodemconditie al goed is, harken we alleen de dikke takken en grashouders weg, zodat zaden ook hier weer kunnen kiemen. En op sommige plekken doen we niets. Bijvoorbeeld bij kwetsbare kraaiheide, bosbesplanten, jeneverbestruwelen of grote mierennesten. Hier werken de machines ruim omheen. Tot slot frezen we de meeste boomstobbers tot aan het maaiveld weg. Hierdoor kan in de toekomst een maaimachine gemakkelijk door het gebied rijden. Dat is belangrijk, want zonder de eerste jaren te maaien worden de jonge heideplanten zo weer overwoekerd door bos. Het resultaat van alle werkzaamheden is een natuurgebied dat eruit ziet als een mozaïek van zand, een dunne strooisellaag en plekken waar alleen de takken en of stobben verwijderd zijn. Dit is de best mogelijke groeiplek voor alle planten die hier thuis horen. En, op langere termijn, weer geschikt leefgebied voor kwetsbare dieren. Zoals geelgors, adder, boompieper, levendbarende hagedis, heideblauwtje, heikikker en nog veel meer. Dankzij de werkzaamheden kunnen we allemaal nog lang van deze prachtige natuur genieten. Ook de generaties na ons.